Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik zeg jullie, iedere keer met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon je eigen pastrybedrijfje starten? Nou, dat kan, want Ramona heeft dat gedaan en zij is de owner van Fate's Pastry Passion Sue. En ze gaan me daar vandaag alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Ramona. Hey, goeiedag. Hoe gaat het? Goed, en met jou? Je wilde iets zeggen? Jullie? Ons? Ja. Wel, wij maken het goed. Ik heb Jelena, by the way. Ja, Ramona. Ik zag je denken. Ja, ik wel, kan het eens even aan gedaan. Oké. Hoe gaat het met je? Ik maak het goed, zolang je best doet. Ja, dan gaat het goed. Ja. Ja, het is een hele mooie mindset. Ja. Fate's Pastry Passion Sue. How did that happen? Breng me terug naar het begin. Ja, het begin is eigenlijk gebeurd vanaf jongs af. Mm-hmm. Vanaf 8-jarige leeftijd ben ik al bezig met koeken, snoet, breken. Mm-hmm. En van die programma's volgen, kokorellen. Met Vera? Ja. Ja. Checkte ik heel vaak. Mm-hmm. En ik ben enigszins kind van mijn moeders kant. Mm-hmm. Dus dat was mijn bezigheid, zo'n beetje. Koken. Ja, op het achteraf bezig zijn en dingen uitproberen. Maar op professionele basis ben ik eigenlijk begonnen, toen ik mijn meisje kreeg. Mm-hmm. En ik wilde aanwezig zijn, maar dan ook nog mijn eigen centjes verdienen. Dus ik dacht van, weet je, waarom niet gewoon mijn handen gebruiken? Ik was toch eenmaal over de jaren heen bezig en dan stoppen, dan weer even bezig. Maar toen was ik ook echt bezig met het bakken van taarten middels cake mixtures. Mm-hmm. Dus ik dacht, nee, we gaan het nu professioneel aanpakken. Het is een andere lifeline, zeg maar. Mm-hmm. Je bent nu moeder. Een grote verantwoordelijkheid. En je wilt toch wel iets doen waarvan je houdt. Mm-hmm. Ja. Toen heb je gezegd, weet je wat, ik kan al bakken. Ik kan al dingen maken. Oh, we gaan er gewoon een business van maken. Dus de creativiteit is er al. Yeah. Dus nu is het gewoon shoot, just do it. Je hebt het toegedaan. Sorry hoor. Yeah. Wanneer ben je gestart eigenlijk met de business? Wanneer is Fate's... 2018. Mm-hmm. In 2018 is het officieel gestart. Mm-hmm. Het was eerst IB Cakes and More. Maar tijdens het ondernemen heb ik ook heel veel mee moeten maken. Spiritueel en fysiek. You know, en toen dacht ik van nee, ik wil het niet meer op mezelf baseren, IB Cakes. Het is een hele groep die achter me staat, die me ook ondersteunt om dit alles in stand te houden. Mijn meisje, de naam heb ik ook erbij betrokken. En zo is het ontstaan en ik hou heel veel van Suriname. Mm. Dus het is gewoon Fate's Pastry Passion Sue geworden. Prachtig. Ja. Yeah. Oké. Fate Pastry Passion Sue is ontstaan. Yeah. De business is open. En toen zei je van, oké, we gaan verkopen. Want we bakken niet alleen taart, want ik ben op je page gegaan. Yeah. We maken dingen. Yeah. So, wat maken we allemaal voor de mensen die niet thuis kijken? En denken van, hey, je zeeft mijn interesse, je zeeft mijn aandacht. Yes. Wat doet ze? Ik specialiseer me het meest in thematarten. Maar overal kunnen ze wat pastry betreft. Op elk gebied bij me wezen. Mm-hmm. Ik zeg tegen niets nee. Als iemand bij me komt en ze vraagt me van, hey, mag ik een karamel flan? Dan kan ik, is ook een request die ik dan wel misschien eventueel wel aanneem. En, mm-hmm. ja. Maar het is overal gewoon thematarten, cinnamon rolls, donuts. Ja, van alles en nog wat. Everything sweet. Yes. Okay. Maar ik bak niet alleen. Ik verzorg nu ook lessen. Mm-hmm. Oké, okay, we gaan nog voor we naar de lessen gaan. Want zijn nog net bij die dingen die je maakt, mevrouw. Even. Want je gaf net aan, je maakt cinnamon rolls, maar je hebt iets voor ons gebracht vandaag. En dat is nee. A little bit extra. Yes. Mm. Vandaag heb ik voor jullie gebracht lemon mixed berry rolls. Ooh. So no cinnamon included voor de mensen die niet van cinnamon houden. Mm-hmm. Yeah. So, voor iedereen is er natuurlijk dus iets. Jij kan voor iedereen wat maken. En stel iemand komt netjes zegt, ik wil caramel flan. Of ik wil cinnamon rolls zonder cream cheese. Of juist cream cheese in die rol gedraaid en in sterretjes gesneden. Of weet ik veel. Everything is possible. Ja, dus dat is voor mij ook goed. Zodat ik ook weet
wat ik allemaal kan, weet je. Er is geen lijn. There are no boundaries. Mm-hmm. Gewoon voor alles. Want je wil natuurlijk wil je ook een shop later hebben. Mm-hmm. En dan ga je een beetje uitbreiden en van alles en nog wat uitproberen. Dus je moet iedereen tevreden kunnen stellen. Mm-hmm. Yeah. That's a beautiful mindset. Je maakt pastries, je baked cakes, thematarten. Ik scrolde door je pagina. Ik zag dat je ook pakketjes eigenlijk, of pakketten aanbiedt aan mensen. Yes. So, als iemand nu kijkt, misschien wil je daar meer over vertellen? Ja, dus tijdens het ondernemen in de patisseriewereld moet je ook heel erg creatief zijn. En heb ik ook bedacht om de zoveel tijd dan ook pakketjes samen te stellen. Dat past bij ieder. Dus je hebt van de kleine pakketjes waarbij je een taart kan bestellen en een paar cupcakes, donuts erbij. En dan heb je voor de iets grotere groep van mensen die grote feestjes organiseren, heb je dan ook 2 hoog taartenpakketjes. Mm. Ja, en als ze een beetje afzonderen van het pakket, dan heb ik dan ook iets speciaals voor ze. Gewoon altijd even vragen. Dat komt wel goed. Yeah. That is very nice. Je hebt je plan opgezet, je hebt je idee tot leven gebracht, je business is gestart, je bent al een tijdje bezig en everything. Als je nu hier zo zit en denkt van, hey, je gaf ook aan, je wil je eigen shop. Maar waar zie je jezelf nog komen met Fates, Pastry Passion? Dus als ik het moet inbeelden, dan zie ik echt een shop voor me. Waar je kan komen voor je ontbijt, ook broodjes. Mm-hmm. Dat is de bedoeling ook, dat je echt wel alles kan krijgen daar. En een achterzaal waar ik nou ook lessen kan verzorgen. Mm-hmm. Een beetje een gelegenheid creëren voor andere moeders, ook heren, die een onderneming willen starten. Ja, want je had het in het begin ook al over, je geeft lessen. Ja. Dus nu geef je ook eigenlijk al les? Ja, workshops, verzorg ik. En iedereen die wil bakken of leren bakken, kan gewoon komen? Of moet ik al enige ervaring hebben? Nee, als je geen ervaring hebt, ben je ook op het juiste adres. Ja. Good. Nou, meid, ik vind dat jij lekker bezig bent te doen wat je leuk vindt. Yeah. En ook nog gewoon meer tijd voor je kind. Ja, dat is belangrijk. En creëren. Als iemand nu zou kijken en denkt van, hey, ik wil ook gewoon die lemon berries rolls bestellen. Of ik wil ook gewoon een Bailey's infused vanilla pound cake hebben. Waar kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze je vinden? Waar kunnen ze je werk zien? Wel, mijn werk kunt u zien op Instagram, TikTok, Facebook. Op de page name Feed Pastry Passion Su. Of je kunt de app sturen naar 763x196. Ja. Yes. Meer heb ik er niet aan toe te voegen. Yes. Quality sweets made with passion. Hey. Quality sweets made with passion. Ja. En vandaag heb je ook een paar van ons hier gebracht. Dus voor we afsluiten wil ik toch wel even een bite nemen om deze quality sweets te proeven. Oh ja, ik wil nog wat bij toevoegen. Mag dat? Natuurlijk. Oké, voor de mensen in de omgeving Latour en district Nikeri heb ik een samenwerking, of ben ik een samenwerking aangegaan met een onderneming genaamd Bambi's Washware. Daar kunt u elk weekend op aan de Slangenhoofdstraat zijn voor wat sweets en ook zijn barbecue en snacks. Hij heeft een hele variëteit menu. En af en toe maken we ook tripjes richting Nikeri. We hebben ook plannen om naar andere districten te gaan. En onze producten naar daar toe te brengen. That's very nice. Ja. Jullie denken niet alleen aan de mensen van Paramaribo. Nee, overal. Mooi. Oké, ik ga nu de lemon berry rolls proeven. En oh, ik ben niet, ik weet niet eens hoe ik waar ik moet beginnen. Oké. Okay. Dan pak ik hem zo. Ik ga hem hier zetten. We gaan het netjes doen. Ik ga het gewoon happen. Ja. A lemon berry roll zonder cinnamon. Oké. Okay. Yes. Girl. The lemon is in the deeg. Nee, is niet in de deeg. Maar het is wel in de vulling. Ja. Voor ik mijn tweede hap ga nemen, ga ik je alvast bedanken voor het komen. Ja, graag gedaan. Geen dank. Denk ook een dank. Eens gelijk. Ja. We got it. En ik vind het enorm fijn dat je doet wat je leuk vindt. Ja. En tegelijkertijd ook nog tijd maakt voor je kind. En dat je ook de ruimte krijgt, of neemt en creëert voor jezelf, om ook naar andere districten te gaan. Dat zij ook kunnen zien wat jij en je zakenpartner, zal ik hem noemen, nog meer
aan de markt of aan de mensen bieden. Yes. Dus ik zou zeggen, ga zo door en ik ben benieuwd binnen hoeveel tijd ik je shop mag zien. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Ramona van Fate's Pastry Passion Sue bij ons in de studio. En zij heeft haar eigen business gestart en ze specialiseert zich in patisserie, zoete dingen. En voor haar is niets te gek. Dus als je ideeën van, hey, ik wil iets hebben en ik wil dat het er zo uit moet zien en deze smaak moet erbij zijn en dat moet erop of dat moet ertussen. Ramona is your girl. Dus als jullie willen weten wat ze nog meer doet, ga gewoon naar haar Facebookpagina. Fate Pastry Passion Sue. Daar kan je allemaal zien wat ze doet. Ze heeft van tijd tot tijd ook leuke deals. Soms gaat ze naar Nikeri. Als je niet naar haar shop kan gaan, kan je ook in het weekend gaan naar Bambi's Washware. En more, als ik het goed zeg, aan de Slangenhoutstraat. En daar kan je ook haar pastries proeven. Dus wacht niet langer. Go support this young entrepreneur. En satisfy your taste buds. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.